Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Biermail? Jawel, een keer weer wat anders? Nee. Ja, nee. Ik krijg gewoon vaker biermail. Een tijdje terug kreeg ik ook al biermail van deze waanzinnige mensen bij Elings Craft Beer Company. Elings, wat is Elings? Elings is een importeur en distributeur. Zeg ik dat goed? Wel, hè? Ja. Omtrent speciaal bier. Maar niet zomaar speciaal bier natuurlijk. Hele speciaal bier. Vanuit Amerika, vanuit Scandinavië, vanuit het zuiden van Europa. Goed. Wordt ook mede mogelijk gemaakt door Elings. Ze waren zo vriendelijk om mij een pakketje op te sturen met onder andere deze prachtige stickers. Wat ik al zei, Elings. Super tof. Nogmaals, Elings Craft Beer, hartelijk dank. mooi papiertje erbij. die ga ik niet voorlezen, want dan weet je eigenlijk al een beetje hoe en wat. En ik vind het juist leuk om te laten zien. Er staat in ieder geval in, Remy, veel plezier en geniet van deze prachtige, prachtige bieren. Wat ik wel kan zeggen, is dat het bier is uit Portugal. Jawel, echt waar. Serieus? Portugal. Kijk, normaal is natuurlijk Letland, weet ik veel waar, Amerika, Spanje ook, uiteraard Italië ook. Ik kan het zo gek niet verzinnen natuurlijk, Duitsland, nou ja, ga zomaar door. Maar ook gewoon uit Lissabon, oftewel Portugal. De brouwerij heet, waarschijnlijk spreek ik het niet goed uit, er staat D-O-I-S, spatie, C-O-R-V-O-S. Dus ik denk Dois Corvos. Dois Corvos, denk ik. Klinkt Russisch? Ik bedoel op zijn Portugees. Hè? Portugees is natuurlijk anders dan Spaans. Dat is weer een... Maar goed. Kijk wat erin zit. Prachtig mooi doosje. Goed verpakt ook. We gaan kijken wat er allemaal in zit. Ik ben heel erg benieuwd. Cool. Het eerste etiket ziet er al heel erg cool uit. Ja, wauw. Dit is een Session IPA, 4,5%. Oeh. Super tof. Check it out. Echt gangster. Ziet er goed uit. Hartstikke mooi blik ook. Zet hem ook echt even zo neer, want ik het gewoon super tof vind. Oké. Volgende is een Barrel Aged. Waarom ook niet? Hè? Een Imperial Stout Aged in... Carcelfados Wine Barrels. Oké, 12%. 2022 editie. Prachtig mooi etiket ook. Ik zal je even laten zien. Ziet er echt waanzinnig mooi uit. Prachtig mooie tekening ook. Echt super tof. Ja, tekeningen moeten er wel op. Uiteraard. We gaan verder. Plastic. Altijd leuk. Next. Is een NIPA. Jawel. 6%. Ja, uiteraard worden er een x-aantal gereviewd. Hè? Dat snap je ook. Dus ik laat hem gewoon even zien. Prachtig mooi. Wederom. Prachtig mooi etiket. Ziet er echt waanzinnig uit. Next. Is een Helles Lager. Cool. Ook erg gaaf. 4,5%. Wat? Prachtig mooi blik ook. Ja, ik kan dat blijven benoemen natuurlijk. Hè? Prachtig mooi. Het is ook prachtig mooi. Helles Lager, ook heel gaaf. Oké. Okay. Wat is dit? Een NIPA, 6,5%. Jawel. Arr. Dat dus. Prachtig. Super mooi. Wel een mooi verrassingspakketje, weet je dit? Last but not least. Oké. Okay. Still live with stout and some other stuff. Hazelnut and chocolate stout. Dat is een collaboration. En wellicht dat hier al collaboration tussen zit, maar deze valt mij gewoon enorm op. Ik zal hem laten zien. Check it out. Met de moersleutel. Hoe vet is dat? En wederom dat etiket, ik weet, ik heb het gezegd, maar check it out. Moersleutel,
Prachtig mooi. Echt net een schilderij. Echt waanzinnig. Elinks Craftbier, hartelijk dank voor deze toppers. Echt waanzinnig. Uiteraard wordt het een en ander gereviewd. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Ga vooral eventjes naar Instagram en Facebook. En kijk eventjes naar deze brouwerij. Ik ga het nog één keer proberen uitspreken. Dios Corvos. Dios Corvos. Dios Corvos. Laat me even één keer zien. Dios Corvos. Ziet er erg goed uit. Nogmaals, bedankt voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren. En dit ziet er natuurlijk fantastisch uit. Dat snap jij natuurlijk ook wel. Tot de volgende keer. Cheers.